bent de nieuwe wethouder van Ede. Gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben een aantal vragen van onze inwoners onder andere. Ook met collega's opgehaald. Dus ik wilde er een paar stellen. Ga je gang. Allereerst, zeg JP, Jan-Pieter, meneer. Oh, nee, geen meneer, alsjeblieft niet. Nee, ik luister eigenlijk naar alles. JP, Jan-Pieter, Piet, Pieter, Jan, Pieter, Jan. Want er zijn heel veel mensen die noemen mijn naam ook andersom. Dus ik luister overal naar. Mooi, oké. Okay. En wie ben je? Ja, je bent nieuw wethouder. Ja. Kan je iets over jezelf vertellen? Ja, Jan-Pieter van der Schans. Maar goed, dat staat vast al ergens onderin beeld. Ja. 28 jaar. Sinds 2010 woon ik in de gemeente Ede. Ben begonnen als student. Aan de CE gestudeerd en de afgelopen jaren in Ede blijven plakken. Want het is een prachtige gemeente, een hele leuke gemeente ook. Nederland in het klein. Ik heb het hier enorm naar mijn zin. En dan nu wethouder. Mooi. Wat was je grootste reden om voor deze stap te kiezen? Ja, de politiek en stappen, dat is ook altijd. Het heeft met gelegenheid te maken. Het komt langs, dus het gebeurt. Dus je kunt überhaupt solliciteren. Maar het is een hele. Ik hou van de politiek, het is een hele mooie baan. Dus toen die vraag werd gesteld, toen dacht ik, nou, ik ga er in ieder geval serieus over nadenken. En ik heb het gedaan omdat het leuk is en mooi en belangrijk is om een steentje bij te dragen aan je eigen gemeente. Mooi. Waar heb je het meest zin in? Nou, eigenlijk de combinatie tussen alles wat er buiten het gemeentehuis gebeurt en dat op een goede manier in dat gemeentehuis verder brengen. Vooral die stap, want ik heb er een enorme lol in om gewoon naar buiten te gaan, de boer op, om het maar even letterlijk en figuurlijk te zeggen. Dus die combinatie vind ik wel heel leuk. Oké, okay. En wat zou je nog aan de Edese inwoner willen meegeven? Laat je horen. Dus als we iets anders kunnen doen, als we iets beter kunnen doen, als we iets niet zien, laat het horen. Mooi, veel succes. Dankjewel.